Mijn boek gaat over Musje, mijn zusje. Het is een heel leuk boek, omdat het is wel leuk, maar ook heel zielig. Op het moment dat het heel zielig is, raken ze hele erge vrienden. Een klein kaboutertje en een musje. En dan uiteindelijk, als ze hele goede vrienden zijn, gaat de musje dood. En dan door een kater. Dan gaat hij uiteindelijk met de tulp die kater helemaal kapot slaan. Aan het einde komt het wel weer goed, want hij zoekt altijd naar zijn moeder en naar familie. En dan aan het einde heeft de meeuw hem geholpen om naar zijn moeder en naar zijn vader te gaan. Heel leuk is het, omdat het ook echt heel zielig, maar heel mooi geschreven is.